Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 80. De laatste ronde van seizoen 5 gaat dus beginnen. We zijn dus allang wereldkampioen bij de coureurs en de constructeurs en moeten hopen dat Verstappen tweede wordt. Maar heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zet die aflevering schijnen. Het was in Portugal, was een uitstekende race voor ons, minder voor Verstappen. Die gooide helaas de punten weg voor het team. Maar goed, ja, dat is zijn probleem. Maar ben je nog niet geabonneerd op mijn gamingkanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. En volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Op Instagram, Twitter en Facebook kan je me gewoon volgen. Maar goed, Brazilië is dus een spektakelstuk, spektakelslot. Waarom? Er zit een sprintkwalificatie in. Meer punten kun je pakken dan in een normaal raceweekend, dus dat is goed om te zien. Hopen dat Verstappen mee kan komen. Ik heb voor de rest eigenlijk niet te veel mee te delen. Waarom? Ja, we kunnen niks meer gaan upgraden. Want alles is al beschermd voor de regulatieverandering. En ja, we moeten geld gaan besparen voor Verstappen. En dan kunnen we misschien nog een faciliteit gaan upgraden. Maar nu is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 80. Hier in Brazilië. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. En kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Ik verwacht van wel. De auto is hier altijd bloedsnel. Verstappen gaat ook een ronde noteren. Komt nu aan bij het DRS gedeelte. En wij zijn dus bij start-finish aanbeland. We moeten gewoon de hoop vestigen op een Q3. Prima eerste paar bochten. DRS geopend. En dan laten wij een 1-7-9-2-2 noteren in Q1. Goed gedaan. En nog ongeveer 2 minuten op de klok ga ik nogmaals naar buiten om ons te kunnen verbeteren. Iedereen is dus nu uit de pitstraat, want die doet nu zijn tweede run. Wij moeten daar hopelijk geen last van krijgen. En pakken al gelijk wat tijd goed, jazeker. En dan zijn we aanbeland met nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok met paars in sector 2, groen in sector 1. En gaan ons verbeteren met ongeveer 2 tienden. Jazeker, een 1-7-6 in Q1. Zijn we aanbeland bij Q2. Gaan het dus op 1 ronde houden om een setje softbanden uit te sparen. Nou weet ik niet of dat nodig is, want er is regen voorspeld tijdens de wedstrijd. Niet tijdens de sprint. Dus dat is goed om te zien. En iedereen is dus nu naar buiten voor zijn tweede outlap. Hebben wij daar Yuki Tsunoda rijden. Terwijl wij even paars in sector 2 laten noteren. Kunnen wat profiteren van de slipstream van Tsunoda. En dan laten wij een 1-7-7-6-6 noteren. Goed gedaan in Q2. Uitstekend. En dan zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel. Banden even goed opwarmen en dan ga ik ervan uit dat wij ook gewoon naar de pole position kunnen toerijden. En nog ongeveer 2 minuten op de klok. Iedereen is naar buiten voor een outlap. En wij dus over start-finish gaan dus een ronde laten zetten in Q3. We stappen denk ik voorlopig op pole position. En dan komen we aan bij het einde van mijn eerste en hopelijk laatste run in Q3. En wij pakken de pole position met een 1-7-4-5-1. Het was Leclerc die op pole position stond. Uitslag van de kwalificatie. Wij dus op pole. Leclerc heeft zich toch nog verbeterd. Komt een tiende tekort. Max op P3. Dat wordt nog leuk. Want de strijd tussen P2 en P3. Max en Leclerc is dus nog volledig open. En dan gaan we ons lekker voorbereiden voor de sprint hier in Brazilië voor aflevering nummer 80. Daar gaan we dan.
Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. The Professor lines up on pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Albon, Carlos Sainz, and Ocon, Perez, Russell, Fernando Alonso, and Yuki Tsunoda, Latifi, Oscar Piastri, Daniel Tictum, and Mick Schumacher, Richard Vachon, Teo Pourchaire, Kevin Magnussen, and Guan Yu Zhou, Schwartzman, Norris, Stroll, and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Okay, we've already won the championship, so just relax and go and enjoy this race. You deserve it. Nou, verdienen dus de wedstrijd. Dankjewel. Dankjewel. De sprint stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. 12 rondes lang volledig pushen voor wat we waard zijn. Hopelijk kunnen wij de pole position pakken voor de hoofdrace. En die 8 punten namelijk. Het zou mooi zijn als we de voorsprong nog verder uitbreiden. Kijken wat Verstappen kan gaan doen. Geen regen voorspeld tijdens de sprint. Medium band is gewoon de band waarop er iedereen gaat starten. Nemen wat minder brandstof mee. 15 ronden vind ik voldoende. 15 à 16 ronden vind ik voldoende. Zo komen we niet in de problemen. En dan gaan we erop beginnen voor de formatieronde hier in Brazilië voor de sprint. Nou, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten van de engineer. Leclerc dus achter ons, Verstappen op P3, Albon naar 4, Sainz 5. Beide op pole position voor de sprint hier in Brazilië. En dan is de vraag, komen wij goed of slecht op onze positie terecht? We komen heel goed, 0,6 meter er vanaf. Dus ja, dat is voldoende. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we erom beginnen voor aflevering nummer 80. Van F1 22, My Team Kremo. De laatste sprint van seizoen 5 gaat dus beginnen met onszelf op pole position. Charles Leclerc op P2, Max Verstappen op de derde plek. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Jazeker, Leclerc gaat er gelijk Verstappen afknijpen. Max moet naar die binnenkant kijken. Albon maakt volgens mij een divebomb. Max naar P2, Albon in één keer naar P2, doet hij goed. De Britse Thai maakt gewoon twee plekken goed in twee bochten. Verstappen zakt verder terug tot achter. Charles Leclerc heeft ook druk van Carlos Sainz. En daar zit Albon misschien te kijken voor een aanval. Maar wij zien hem op tijd. Knijpen hem af. Ja, die McLaren is snel op dat rechtstuk. En wij hadden geen ERS gebruikt. Hier kan Albon even helemaal niks. Hij zit gewoon klem tussen ons en Charles Leclerc. Hier voor dat bochtige gedeelte. En Albon kan hier even helemaal niks. Wel een klein momentje oversturen op de exit, maar het is geen probleem. Gat naar Albon is 17e. 19e ongeveer. Wordt nu weer kleiner door die rechte stukken. En laat dan even paars in sector 2 noteren. Goed gedaan. Max dus naar 4. Banden op temperatuur. En hopelijk kunnen wij wegrijden van de Britse taai Alexander Albon. Gat is 16e en we zitten in de tweede ronde van de race. 1:15:524 is de snelste raceronde tot nu toe. Dat is goed om te zien. Albon kan hier denk ik even niks. Jawel, aan de binnenkant. Maar wordt daar weer afgeknepen en een kleine touché. Op de sidepod. Albon wordt geblokkeerd. En we zitten in de derde ronde van de race. Als Charles Leclerc voorbij Alexander Albon is gereden. Wij laten een 1:09:293 noteren in ronde nummer 4. We stappen voorbij Albon.
Max op het podium. Albon leidt verlies door die voorvleugelschade. En volgens mij is een Red Bull daar gespind. Ik weet niet wie het is, maar hij rijdt helemaal achteraan. In de vierde ronde van de race. Leclerc achterstand bedraagt 16e. Naar Max is het 18e, naar Albon 1.3 en naar Sainz 1.92 seconden. Dus van die Spanjaard moeten wij niet al te veel druk verwachten in de sprint. Nog 7 rondes te gaan. En dan op naar de hoofdrace. En dan zit seizoen 5 er officieel op. Dan misschien nog seizoen 6 gaan beginnen. Ik weet niet of dat nog de moeite waard is om dat te gaan doen. Terwijl het geel is in sector 3. En Alexander Albon staat stil. Valt uit met een probleem. 0 punten voor de Britse Thai. Moet ook helemaal achteraan starten tijdens de hoofdrace. Dus ja, nog pijnlijker voor de Brit. Wel fijn is dat hij gewoon penalties mag gaan pakken. Want ja, hij verliest er geen plekken mee. Max zet druk tot Leclerc. Dat is 3/10, 4/10 ongeveer. En nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. 1.4 is het gat naar Charles Leclerc. En zitten we in de laatste ronde van de race, als we even de snelste raceronde op onze naam hebben gezet met een 1.9077. Albon dus als enigste uitgevallen. Zeg ik niet goed, er is nog iemand uitgevallen in de wedstrijd, ik weet niet wie. Leclerc op P2, Verstappen op P3. Leclerc houdt de hoop nog op een tweede positie in het eindklassement. Wij winnen de sprint. Pakken dus ook pole position voor de hoofdrace. Goed gedaan, wij krijgen ook driver of the day. Jazeker, zo hoort het. Uitslag van de sprint. Wij pakken dus de overwinning. En pakken de pole position voor de hoofdrace. Charles Leclerc op P2. Max Verstappen op P3. Sainz 4. Perez 5. Ocon 6. George Russell en Fernando Alonso pakken het laatste punt voor Alpine. Gasly uitvallen. Dat was de tweede rijder die 0 punten had. Ja, en Max is gewoon veilig voor P2. Op naar de hoofdrace voor aflevering nummer 80. In Brazilië. Daar gaan we dan. Welcome to where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner, and just 1 year later, Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's time then for the Sao Paulo Grand Prix. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7 mile circuit with 9 left turns and 6 right turns for a total of 15 corners. It's a wet one today as well, so grip and visibility will be at a premium, and the drivers will need to be careful coming up the hill in Sector 3, the scene of many an accident over the years. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and it's Charles Leclerc in P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Perez, Esteban Ocon and Russell, Fernando Alonso, Tsunoda, Mick Schumacher and Daniel Tictum, Sainz, Magnussen, Guan Yu Zhou and Norris, Stroll, Richard Vachon, Teo Pourchaire and Robert Schwartzman. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi, Oscar Piastri, Gasly, and Alex Albon picks up the last spot on the grid. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. Not one of the easiest days to go racing. It's damp, it's slippery, there's dark clouds as far as the eye can see. The rain is here then, and that's going to take away a lot of the grip, Anthony Davidson, and make turn one very interesting indeed. Yeah, it's these kind of conditions where you can go in with one of two mindsets. You either see it as an opportunity, or you're worried that all of your hard work's about to be undone. We've been stuck in these conditions now for a few hours, more or less this kind of intensity, so we don't seem to have too much standing water, so we're not likely to be starting behind a safety car. Like you say, Crofty, the charge down into turn one will be quite interesting. I think we're in for a cracking Grand Prix. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid voor de race. Het regent hier dus. Dat had u echt niet verwacht.
En dat moeten wij dus even 36 rondes lang vol te houden. Tegen het midden van de race kan er hevige regen ontstaan. Ik weet niet op wat het slimst is om naar de full wedstand te duiken. Of een pitstop te maken voor de intermediates. Of helemaal niet naar binnen te duiken. Zien we allemaal dan wel eerst de formatieronde. Nou, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten van de engineer. En dan is het opmaken voor de startprocedure. Hoe goed komen wij in de gridslots? Wat kan Charles Leclerc vanaf P2? Wat kan Verstappen vanaf P3? Nou, komen we niet goed in de gridslot. Veel te vroeg geremd. En staan dus wat naar achteren toe, helaas. En daar gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 80. De laatste hoofdrace van seizoen 5 gaat dus beginnen met onszelf op pole position. Charles Leclerc op P2, Max Verstappen op P3, Perez 4, Ocon 5. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Brazilië. En ze zijn... uit en we zijn onderweg. En komen prima weg. Jazeker, Leclerc al gelijk wat minder. En Max Verstappen naar P2. Jazeker, dit moeten we vol zien te houden. Max op P2. Maar Leclerc pakt die positie weer terug. Kat en muisspel tussen die twee. Perez 4, Russell 5. Wij dus aan de leiding in de eerste bocht. Goed gedaan. En zoals er nu naar uitziet, is Verstappen gewoon vice-kampioen in seizoen 5. Wij laten even paars in sector 1 noteren. Jazeker. Goed gedaan. We zijn ook gewoon goed weggekomen. Ronde nummer 4, als het gat naar Leclerc inmiddels 2.2 is geworden. Groter en groter wordt dat gat alleen maar. En wij laten een 1.18.357 noteren. Snelste raceronde tot nu toe. De regen is er nog steeds. Goed verhaal. En er zijn al duidelijke gaten in het veld. Kan je zien op de minimap links onder in het scherm. Gat naar Leclerc is 1.8. Na Max al gelijk 3.3. Dus ja, dat wordt een wat. Goed, er zijn nog 31 rondes te gaan. En wij leiden gewoon de grote prijs. Leclerc in onze kielzog zit daar niet al te ver achter. Denken nog steeds op de juiste band te zitten tot nu toe. Ronde nummer 12 is het als het in één keer heviger is gaan regenen. De regen is versterkt, geraakt en er beginnen plassen te ontstaan op de baan. Nou weet ik niet wat het slimst is of om naar binnen te duiken. Want de regen die houdt over enkele ogenblikken weer op met hevig regenen. Dan is het gewoon weer normale regen. Goed verhaal. Nu zijn de full wets de snelste band. De vraag is, wanneer duikt iedereen naar binnen voor die full wets? Wij blijven gewoon rijden op de intermediate. Gat naar Leclerc is 2.2, naar Max 5.0. En Max zegt dat we gewoon nog steeds op de juiste band zitten. Dus we blijven hierop gewoon rijden zolang het kan. In ronde nummer 13 van de wedstrijd. 1.9 naar Charles Leclerc. Gommelt steeds tussen de 2 seconden in. Dat is geen probleem. Als Leclerc maar niet binnen schootafstand van ons komt. En geel in sector 1. Omdat daar iemand gaat uitvallen. Dat is volgens mij Alexander Albon. Denk ik. Tot 15 minuten en dan weer ligt de regen. Alexander Albon uitgevallen in de wedstrijd. De virtual safety car is uitgeroepen op het circuit. Omdat Albon daar stilstaat, pakt gewoon geen punten dit weekend. Pace is dus wat verminderd. En de virtual safety car is er aan het eindigen. En hebben wat voorsprong gepakken ten opzichte van Charles Leclerc. Maar hij is ook wakker. 1.9 is het gat weer. 2.1. Moeten dat weer zien uit te breiden in de ronde nummer 14 van de race. Verstappen nog steeds op P3. 4.9 is het gat. Nog steeds rijden wij op die intermediate.
2.3, 2.5, 2.6. Dat is ongeveer het gat wat Leclerc op ons heeft. Daar schommelt het steeds tussenin. En wij rijden gewoon langer door. En Charles Leclerc duikt... Oh, ik dacht even dat hij naar binnen dook. Charles Leclerc dook niet naar binnen. Excuses. Ik dacht van wel. Rijd ook gewoon langer door op die intermediates. Krijgen het wel lastig bij exit van bochten. Dat de auto onder ons vandaan probeert te glijden. In ronde nummer 17 zitten wij. Als de Leclerc dit keer wat dichter is aangedrongen bij ons, 1.1 is het gat. Wij rijden gewoon langer door. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc, 18e, en de pitwindow is open om naar de intermediates te duiken. 19e ten opzichte van Charles Leclerc. En we zitten op de helft van de grote prijs. En laten groen in sector 1 noteren, jazeker. 19.1 laten wij staan. Nieuwe strategie is beschikbaar op de MFD. Om naar de poolwets te duiken, daar ben ik het niet mee eens. Gaan gewoon naar de intermediates, als wij überhaupt naar binnen duiken. Leclerc nu dit keer wel echt dicht achter ons. Gat is minder dan 17e ongeveer. Maar wij pakken het hier op de exit. Door een andere racelijn te nemen, daar waar water ligt, daar moeten wij naartoe rijden om de remmen en de banden af te koelen. Regen is aan het verminderen, verwacht wat meer grip, maar geen droge baan. Weten we dat? 1 seconde is het gat naar Charles Leclerc, naar Max 14, en wij hebben daar een klein momentje overstuur. En Charles Leclerc duikt naar binnen, voor de full wets denk ik. Max Verstappen rijdt door. En de ingenieur zegt, blijf maar gewoon op deze band rijden. In ronde nummer 23 is het als ook Max Verstappen naar binnen is gedoken voor de full wets. Rijdt op P4. En daar zitten wij, komen wij achterblijvers tegen. Die moeten ons voorbij laten. Eerst Nicolas Latifi in de Alpine. Goed gedaan. Gat naar Leclerc is 21,6 seconden. Oscar Piastri hier ook mooi aan de kant. De volgende is dan Robert Schwarzman. En dan gaan we ronde nummer 24 alweer in. Nog 12 rondes te gaan in de race. Piastri kijkt wel terug. Maar laten hem dat niet toe. Theo Poortje moet aan de kant. En dat doet hij ook, jazeker. De volgende heet dan denk ik Lance Stroll. Jazeker, en die moet ook mooi aan de kant voor ons. In ronde nummer 24. Stroll gepasseerd. Goed gedaan. En een nieuwe strategie is beschikbaar om naar... Nog steeds de full wet te duiken, maar dat doen we niet met nog 12 rondes te gaan. Deze band gaat gewoon mee tot het einde van de race, als hij dat volhoudt. Perez op 12.1. Daar hebben wij Pierre Gasly, die ook op een ronde wordt gezet door ons. En dan daarvoor rijdt Richard Verschoor. Maar Gasly heeft hier wel slipstream en kan terug aanvallen bij ons. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. En unlapt zichzelf. Wij gaan hier een klein gevechtje aan duwen. Proberen daar Gasly bij te duwen. Het binnenste knik is hier voor ons. Laten hem geen ruimte over. En dat betekent Gasly op een ronde gezet. Hetzelfde geldt voor Richard Verschoor. De volgende is dan denk ik... Dan Ticktum. Sorry, het is Guan Yu Zhou op een ronde. Jazeker, de Chinese coureur op een ronde gezet. Logisch, want wij rijden aan de leiding. En dan hebben we daar Robert Schwarzman.
In ronde nummer 28 nog 8 wedstrijden te gaan. Sorry, nog 8 rondes te gaan. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. En dan is het op naar seizoen 6. Tot nu toe een saaie wedstrijd. Er is niet te veel gebeurd. Nauwelijks uitvalbeurten. In ronde nummer 29 hebben wij daar Kevin Magnussen. En wij laten even groen in sector 1 noteren. Paars in sector 2. En geven Magnussen daar eigenlijk totaal geen ruimte. Omdat hij ons niet goed voorbij liet. Daarom. Magnussen heeft wel slipstream. En wij laten de snelste race ronde opnieuw noteren met een 1.18.0. Magnussen wou daar even aanvallen. Lukte niet. En zo hebben wij bijna iedereen op een ronde gezet in de grote prijs van Brazilië. Nog 6 rondes te gaan in de wedstrijd. De intermediates beginnen er wel aan te gaan. En laten groen in sector 1 noteren. Als wij bij ronde nummer 36 aan zijn bij dan de laatste ronde van de race alweer. Er is niet zoveel gebeurd. Max helaas door die strategie P4. Leclerc P3 geeft niks. Wat betekent dat Verstappen officieel vice-kampioen is geworden in seizoen 5. In 1-2 is in het eindklassement goed gedaan. Daar hebben wij nog Dan Ticktum die op een ronde wordt gezet. Banden zijn er wel aan, maar goed. Hier volgt dan het start-finish gedeelte. De laatste race van seizoen 5 winnen wij ook met de snelste race 100 punt. Goed gedaan. En is het op naar volgend seizoen. It's been a roller coaster season then, but they can go into the winter with their heads held high after an emphatic victory here today. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, keeping their tyre temperatures up in the tricky wet conditions was really important. There's not much grip out there at the best of times, and it's 10 times worse if you're out there on cold tyres. So the way they kept the rubber in its proper operating window was a huge advantage today. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Nou, hierbij dan het uitslag van de laatste race van seizoen 5. Wij winnen dus de grote prijs van Brazilië met de snelste race 100 punt. En de snelste in de sprintrace pakken wij de volledige score. Goed gedaan. Leclerc en Perez pakken evenveel punten. Max 4. Wat een geweldige journey dit is been voor een team dat many had written off. En dat is dus goed om te zien. En Max Verstappen is gewoon vice-kampioen, jazeker. En wij winnen dus kampioenschap. 412 punten gepakt. 1 puntje minder dan het record van Lewis Hamilton. Die heeft er 413. Wat je wel verwacht, want het is eentje minder. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel te vertellen. Richard Verschoor puntloos voor Aston Martin. Jammer. Maar goed, het is niet mijn team. En wij zijn ook constructeurskampioen. Maar goed, dat wisten jullie denk ik allang. Rivaliteit breakdown plus 6 voor mij. En dat betekent dat wij de rivaliteit hebben gewonnen van Charles Leclerc. Goed gedaan, dan pakken extra acclaim daardoor. Het team acclaim is level 27. Wij zijn level 21. Max is level 22. Dus ja, dat is ook goed om te zien. 2 miljoen erbij door de sponsoren. Flink wat geld. Helaas heb ik $2,500 laten liggen. $97,500 erbij dus. In totaal op de bank $29,23 miljoen. Plus dat prijsgeld wat 50 miljoen is, hebben wij ongeveer 80 miljoen te spenderen. Aan het begin van het volgende seizoen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, dan zeker met een like.
Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan en vertel me wat je leuk vond. En trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer voor meer wekelijks F122 My Team Creamy content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruiksnaam in de beschrijving. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. En ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel meer te vertellen. Goed, nogmaals, heb je genoten, beloon het dan met een like. Niet genoten, dislike hem dan. En abonneer voor meer elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dit was Giannan mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.